Achter mij zie je de historische oude sterrenwacht in Leiden. Het is de bakermat van de Nederlandse sterrenkunde, waar beroemde wetenschappers als Albert Einstein, Jan Oort en Gerard Kuiper hun ontdekkingen deden. Sterrenkunde spreekt enorm tot de verbeelding. En in deze film wil ik je laten zien hoe je jouw leerlingen wegwijs kunt maken in de wonderlijke wereld van het heelal. We zijn nu in een van de koepels van de Leidse Sterrenwacht. Hier staat een groot telescoop waarmee je het heelal tot in prachtig detail kunt bestuderen. We beginnen onze ontdekkingsreis bij het kleine broertje van de aarde, namelijk de maan. En de maan is meteen een goed startonderwerp voor je lessen over de ruimte. Maar waarom is de maan nou zo'n goed onderwerp om mee te beginnen? Ten eerste kennen alle kinderen de maan, omdat die zo helder is en omdat die overal zichtbaar is. Op het platteland, maar ook in de stad. Hij is rond, zodat kinderen ook een goed gevoel krijgen voor een ronde aarde. De maan lijkt continu van vorm te veranderen. Er is dus veel over te bespreken in de klas. De maan heeft een directe link met onze kalender. En de maan speelt in alle culturen een belangrijke rol in verhalen. Ik zie de maan. En ik zie hem omdat hij licht weerkaatst van de zon. Net als alle planeten geeft de maan niet zelf licht, maar zien we hem alleen omdat de zon erop schijnt. Op de maan heb je ook gewoon een dag- en een nachtkant. Dus een verlichte kant die wordt beschenen door de zon en een donkere kant. Hier op aarde heb je precies hetzelfde. Wij staan nu op de nachtkant en aan de andere kant van de wereld is het nu dag. Als je een halve maan ziet, zie je één helft van de verlichte kant en één helft van de donkere kant. Bij volle maan zie je de volledige verlichte kant en bij nieuwe maan de complete nachtkant. Of eigenlijk zie je helemaal niks. De verschillende gedaanten van de maan noemen we maanfases. Om nou te snappen hoe dat precies zit met die maanfases, moeten we weten dat de maan rond de aarde draait. Hij draait ook een rondje om zijn eigen as en daar doet hij exact even lang over als een rondje om de aarde. En dat betekent dus dat we altijd dezelfde kant van de maan zien. Dat noemen we de voorkant van de maan. De achterkant heeft nog nooit iemand gezien, op een paar astronauten na, die een rondje om de maan zijn gevlogen om te zien wat nooit iemand zag. Dag en nacht op aarde worden veroorzaakt door de draaiing van onze planeet om zijn eigen as. In 24 uur draait hij één rondje om zichzelf. Dat betekent dus dat een etmaal ook 24 uur duurt. Omdat de maan in één maand een rondje om zijn eigen as draait, duurt een etmaal op de maan dus één maand. Tijdens een maanfasecyclus zien we zo'n etmaal zich voltrekken aan de voorkant van de maan. Als de maan tussen de zon en de aarde staat, noemen we dat nieuwe maan. De zon beschijnt dan de achterkant van de maan en wij zien dus een donkere voorkant. Een week later is de maan een kwart rondje gedraaid om de aarde en dan wordt de maan van de rechterkant beschenen door de zon en is de linkerkant donker. Dan heet het eerste kwartier. Weer een week later staat de aarde tussen de zon en de maan. Dan noemen we het volle maan, want dan schijnt de zon van achter onze rug vol op de voorkant van de maan. Weer een kwart rondje later wordt de maan van de linkerkant beschenen, is de rechterkant donker en noemen we het laatste kwartier. Eén maand nadat de maan zijn reis rond de aarde begon, is hij weer terug in zijn oorspronkelijke positie, wordt hij weer van de achterkant beschenen door de zon en dan hebben we weer nieuwe maan. Dit is de leskist van Universe Awareness, het educatieve sterrenkundeproject van de Universiteit Leiden. Hij zit bomvol met allemaal lesmateriaal om sterrenkunde in de klas te brengen. We noemen hem daarom Universe in a Box. Het bijbehorende activiteitenboek kun je gratis downloaden vanaf de website unaway.nl. Ik laat je een voorbeeld zien van een activiteit uit de leskist die je met de kinderen uit je klas kunt doen. Als we de maan nemen op deze schaal, is de aarde zo groot.
Hoe ver moeten we de aarde nu van de maan houden om de afstand op de goede schaal weer te geven? Is dat op deze afstand? Of zover? Of zover? Ik geef je 3 seconden om een keuze te maken. De goede afstand is 12 meter. Als je de activiteit in je klas doet, kun je een globe nemen en een maan op de goede schaal. Je kunt de kinderen dan laten uitrekenen hoe groot die maan moet zijn. En dan kun je ze laten bepalen hoe ver die maan van de globe af moet staan. En ik kan je verzekeren, de uitkomst gaat ze verbazen. Gebruik deze cijfers om mee te werken. Terug naar de echte maan. Weet jij nog welke maanfase ik nu kan zien? Wat kun je allemaal nog meer vertellen over de maan? De maan is iets jonger dan de aarde, maar nog steeds stokoud, ongeveer 4 miljard jaar. Hij heeft een diameter van ongeveer 3500 kilometer, wat betekent dat hij ongeveer op Australië past. Net als over zijn leeftijd schaamt de maan zich een beetje over zijn gewicht. Hij weegt 70.000 miljard kilo. Om naar de maan te reizen moet je ongeveer 384.000 kilometer afleggen. Dat zijn 30 aardes op een rij. De maan draait een rondje om zijn eigen as in 27,3 dagen en draait in precies dezelfde tijd om de aarde. De maanfasecyclus duurt iets langer omdat de aarde en de maan samen ook nog om de zon draaien. Tussen 2 nieuwe manen zitten 29,5 dag. Daar is de maand van onze kalender op gebaseerd. Als de zon schijnt op de maan wordt het heter dan 100 graden. En 's nachts koelt het op sommige plekken af tot onder de min 200 graden. Brrr. In 1969 stuurden de Amerikanen de eerste mensen naar de maan. Dat was een heel bijzonder moment voor de hele wereld. Omdat de maan veel lichter is dan de aarde, is er ook minder zwaartekracht. Deze astronauten wegen op de maan 6 keer zo weinig. Sinds 1972 is er nooit meer iemand op de maan geweest. Voor een leuke activiteit over het ontstaan van maankraters heb je het volgende nodig: bloem, cacao, een doos en knikkers van verschillende afmetingen. De maan is bezaaid met kraters en donkere vlekken. Vroeger dachten mensen dat die vlekken echt zeeën waren van vloeibaar water. Nu weten we dat het gewoon kurkdroge valleien zijn. Maar we noemen ze nog steeds bij een oude naam. Zo heb je bijvoorbeeld de oceaan van de stormen, de zee van de regen of de zee van de rust. Maankraters ontstaan door meteorieteninslagen. Op aarde verbranden de meeste meteorieten in de dampkring en dan zien we ze als vallende sterren of meteoren. Sommige meteorieten halen toch het aardoppervlak, maar de kraters die ze dan slaan worden na verloop van tijd uitgewist door wind en erosie. Op de maan heb je geen dampkring, dus daar verbranden meteorieten niet en hebben ze vrij spel. Als je met cacao en bloem een maanlandschap nabouwt, kun je met knikkers prachtige kraters maken. Hoe zwaarder de knikker, hoe dieper de maankrater. Harder gooien heeft hetzelfde effect en aan de witte sporen kun je zien uit welke richting de knikker komt. Leuker kun je het voor kinderen haast niet inzichtelijk maken. Je hebt nu gezien wat je allemaal over de maan kunt vertellen en kinderen kunt laten zien en beleven. Maar vergeet ook vooral niet om een keer met de klas in het echt naar die prachtige maan te gaan kijken. Voor meer informatie en activiteiten over de maan en over andere sterrenkundige onderwerpen kun je terecht op unaway.nl. Veel plezier!